Deze keer zijn we in Ter Apel. En de meeste mensen kennen Ter Apel inmiddels. Het is maar een klein dorpje. Maar door het landelijke nieuws, het AZC, staat Ter Apel op de wereldkaart, wil ik niet zeggen, maar in ieder geval op de Nederlandse kaart. En in Ter Apel hebben ze een jachthaven. En bij die jachthaven heb je ook een camperplaats. En daar zijn we nu. Je ziet hier achter mij de camperplaats. 14 plekken, allemaal keurig afgebakend. Met een stukje gras ernaast. En het is verhard. Dat wil zeggen, het lijkt niet verhard, er zit gras bij. Maar ik heb de beheerder gesproken en de onderlaag is allemaal verhard. Er is weer een laagje overheen gekomen. En zodat je toch een beetje natuurlijke plaatsen hebt. Wat heb je hier op deze camperplaats? Nou, je ziet naast de camperplaats, of midden op de camperplaats moet ik zeggen, daar staat een stroomzeil. Daar kun je de stroom vandaan halen. Je kunt daar water lozen. Je kunt naar het chemisch toilet. Je kunt wassen. Want er zijn ook wasmachines en drogers. Je hebt alles inclusief voor, dan moet ik even denken, €12,50. Tarief 2022 januari. Wat is nou leuker bij deze camperplaats? Je hebt hier ook een restaurant bij. Een bar, restaurant. Ook een groot terras erbij. Dus je loopt als het ware binnen 50 meter van je camper naar het terras. En je zit in de haven, dat zie je straks wel in het filmpje. In de haven zit je heerlijk een wijntje, biertje of frisje te doen. Nou ja, daarnaast heeft Trapel heeft alles qua voorzieningen. Alle winkels zijn hier aanwezig. Er zijn leuke fietsroutes hier. Het klooster van Trapel, heel erg bekend, hebben we in de buurt. En je zit ook zo in Duitsland, want we zitten vlak aan de grens van Duitsland. De oude grensovergang loopt hier. Het oude grensgebouw, douanekantoor staat er zelfs nog, wordt tegenwoordig bewoond. Kortom, eigenlijk een beetje een verrassende camperplaats wel. Ik moest wel even erbij zeggen, het blad zit niet aan de boom, dus het lijkt allemaal wat minder. Maar in de zomer, en dat weet ik, want ik ben hier vaker geweest, ziet dat er echt perfect uit. Kortom, camperplaats in de jachthaven Ter Apel.